Een ramp. Echt een ramp. Dat heeft denk ik een oorzaak, maar wat voor oorzaak, dat weet ik dus niet. Maar ik vind wel dat je met de vingers van anders de spullen af moet blijven. Hè? Want mensen werken er hard voor hun product en hun fiets. Hè? En dat je rekening met elkaar moet houden, dat stelen geen oplossing is. Ja, kijk, ik vind het natuurlijk niet mooi. Ik bedoel, de mensen, je koopt zelf een fiets, de accu die zit erbij en daar betaal je geld voor. En dan iemand anders, die neemt de accu zo'n veel mee. Ik vind dat persoonlijk niet kunnen. Ik heb zelf een elektrische fiets, dus dat vind ik vreselijk. Ik ben bang, dat kun je niet voorkomen. Het is niet te voorkomen. Dat kun je niet voorkomen. Dat is de mentaliteit van de mensen die nu op dit moment hier in Nederland rondlopen. Omdat het ons ook is overgekomen, maar ook bekenden van ons. Dus, En hoe zouden ze dat dan doen? Een busje ervoor zetten volgens mij. Eentje houdt de wacht en de ander die knipt heel brutaal het slot door. Want wij waren ook dubbel beveiligd, maar toch weg. Dus die sloten die helpen niet zo? Nee. Althans om diefstal te voorkomen? Je moet hem echt in het openbaar zetten, echt maar in zicht. Ja, maar ja, wat voor mensen zijn dat dan? Want dat vraag ik mij dan af. Nou ja, in de volgende vraag zou zijn, want we krijgen geen antwoord op de vraag wie zouden dat dan doen, tenzij ze op beeld staan of gearresteerd worden. Ja. De volgende vraag is dan, hoe zouden ze dat doen? Een accu losmaken van de fiets. Ik heb gehoord van bronnen dat er je kunt ergens een speciaal sleuteltje kopen en dan kun je dus sommige accu's er gewoon mee afhalen, zeg maar. Dus dan wordt het ook nog makkelijker gemaakt. Ja, dat is zeer makkelijk. Ja, het enige moeilijke is denk ik als een sleuteltje komen en daarna is het gewoon alles loshalen. Ik denk dat daar echt wel voorbereiding op is geweest en dat ze daar dus geld in zien. Ja, het hoeft niet te zijn voor eigen fiets, maar dat ze dat dus in de handel weer verkopen. Ja, de zwarte markt. Dat is een mogelijkheid, hè? Ja. Dat er veel vraag is naar tweedehands accu's. Ja. Er schijnen sleutels in de omloop te zijn. Oh, dat wist ik niet. Waardoor het heel gemakkelijk wordt om natuurlijk de accu's te verwijderen. Ja, dat wist ik dus niet. Maar zou dan een fiets niet beter beveiligd moeten worden door de fabrikant? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er toch een ander soort accu moet komen. Dat hij dus niet zomaar even met een sleutel van de fiets afgetrokken kan worden. Dat hij dus gesield wordt. Ik heb geen idee. Misschien zitten er elementen in die geld waard zijn. Of dat ze los verkopen. Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Omdat ik het net hoor. Ja. Maar als het goed is, dan zit er een beveiliging op die accu's. En dan toch kunnen ze op een of andere manier die accu's verwijderen. Ja, ik denk dat er wel foefjes voor zijn. Dat er iets met de sleutel of nou ja, iets van universeel dat ze hem toch los kunnen maken. Ja, er is op de veiligheid in Nederland zoveel bezuinigd. Dat in de afgelopen 10, 12, 15 jaar, ja, die hebben vrij spel. Je hoeft maar simpel, heel simpel uit te rekenen van wanneer ik daar een fiets steel of ik breek daarin. Dan duurt het 15, 20 minuten of een half uur voordat de politie er is. En dan is het probleem opgelost. Nou, wat ik vind namelijk, ik heb zelf ook een elektrische fiets. En ik moet hem ergens neerzetten buiten. Want je mag dus niet met de fiets de markt op, dat soort dingen niet. Dus zelfs dan kan het gebeuren dat dus eigenlijk de verrassing er is dat mijn accu weg is. Precies, van de fiets. Dus dan zijn de mensen eigenlijk gedwongen om zonder e-bike de stad in te gaan. Ja. Nou, dat is een beetje de wereld op zijn kop zetten, ja, natuurlijk. Hè? Ja, want ik denk dat 80% van Almelo's hier toch zeker wel een elektrische fiets heeft. Maar zou er dan niet beter op gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden? Ja, maar ja, je hoort dus in deze maatschappij dat alles bezuinigd wordt. Dus ook in de politie. Hè, mensen, die politie heeft heel veel werk met criminaliteit. En zeker nu in de slechte tijd waar we nu in zitten, dat alles zo duur is en onbetaalbaar is. Dus dat zou natuurlijk, is dat een optie om te zeggen van politie, let eens een beetje meer op. Ik denk dat je dan echt bij de overheid moet zijn en dat je dus met elkaar gaat kijken van waar zit het probleem en hoe kunnen we dat oplossen. En wie zou dat probleem dan moeten oplossen? Ja, de overheid schuift het weer door naar de mensen die voor hun werken en dat is onder andere de recherche en de politie. En die heeft te weinig geld, middelen en menskracht, ja, en te weinig mensen, ja, om de taken uit te voeren. Ja, dus vind ik dat de fietsfabrikant een oplossing moet zoeken dat die accu's niet gestolen worden. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want misschien is het handig om gewoon helemaal een geïntegreerde accu te hebben. Want die is los juist om
diefstal te voorkomen, maar net zoals ik, niemand neemt hem mee. Ik bedoel, ik ga nu niet met mijn accu lopen. Kent u mensen van wie de accu is weggenomen? Nee, niet. Ik hoop dat ik straks niet een van hun ben. Ja, ze moeten in principe alles beter maken. Dus ik denk niet dat het mogelijk is of zo om al die accu's zo goed te beschermen. Is het jezelf al eens een keer overkomen? Nee. Of iemand die je kent? Nee, niet dat ik weet. Ik fiets zelf helaas niet elektrisch. Ik doe het gewoon op de eigen benen, zonder elektrisch. Natuurkracht. Ja, natuurkracht. Maar nee, het is mij gelukkig nog nooit overkomen. Ja. En nou, ja, je ziet er in ieder geval atletisch uit. Ja. Nou, dank u wel. En voorlopig hoef je nog geen e-bike te hebben. Nee, voorlopig nog niet. En anders wordt hij toch de accu geschrapt.